den ganzen Abend Probleme diskutieren, aber eines gebe ich zu. Docent Duits op het Erasmus in Almelo. En wat is hier vandaag aan de hand in het Erasmus? Vandaag is donderdag 23 maart, dag van de Duitse taal. En dan moeten we toch op een of andere manier even vieren. En dat doen we vandaag door Duitsland populair te maken. U ziet het, leerlingen die we zeggen Duitse liedjes kunnen braadworst kopen, curryworst kopen, britsel kopen. We maken Duitsland even belangrijk vandaag. Ik geloof dat het behoorlijk lukt, is het zo? Ja, kinderen vinden het leuk, wij vinden het leuk. En het is allemaal een gevoel van om te weten, denken, kinderen moeten kiezen. En Engels is natuurlijk, ohne Frage is de belangrijkste taal. Maar wij vinden hier in het oosten, dan komt Duitsland toch echt wel op de tweede plaats. En dat moet ook zo blijven. Daar gaan jullie je best voor doen? Daar doen wij altijd ons best voor. We proberen die kinderen uit te leggen hoe belangrijk Duitsland is. Ga je zaken doen in het leven. Duitsland is de grootste zakenpartner. Duitsers vinden het fijn, ook omdat je in het Duits wordt aangesproken. En wij Nederlanders kennen dat en kunnen dat. Moeten we van profiteren. Oké, bedankt en heel veel plezier vanmiddag. Hey, dankjewel, dat zal wel lukken. Grüß Gott. Ja, we hebben gezegd, we hebben een hele leuke Duitse broodjeszaak in Almelo, Wilhelmus, in het midden. We zijn naar Michael gegaan en we hebben gezegd, Michael, wil je ons helpen met de Dag van de Duitse Taal? Het leek ons leuk om de leerlingen de kans te geven om voor een euro een curryworst, een braadworst of een britsel te kopen. En hij zegt, dat ga ik proberen te regelen. En we hebben op die manier extra cachet gegeven en jullie zagen, het was een groot feestje.